Wat we met deze film laten zien is het opgroeien van jonge dieren op de Veluwe, op die paar laatste mooie pareltjes die we nog hebben. We moeten er heel zuinig op zijn dat die dieren op die Veluwe ook in de toekomst nog een heel mooi leven hebben. En Luc heeft het allemaal prachtig gefilmd, daar heeft dus helemaal niks mee te maken. En toen ze me vroegen voor het film, toen kreeg ik ook een stukje te zien. En dacht ik, ja, dat is wel weer wat anders. Dat had ik nog nooit gedaan. De dingen die ik nog nooit gedaan heb, vind ik altijd wel leuk om te doen. André die heeft een ongelooflijk mooie stem. En juist ook met die knipoog is het ook eens een keer totaal wat anders. En maakt het ook niet saai. Het maakt het heel toegankelijk voor iedereen. Veluwe is zo prachtig en er gebeurt zo ontzettend veel waar je helemaal geen weet van hebt. Ik denk zeker als je die film gezien hebt, dan krijg je weer zin om eens een keer op de Veluwe te gaan kijken. Dus als alles weer wakker wordt, dan is het wel leuk om weer een keer over die wildrozers heen te gaan.